Het is al een echte traditie aan het worden in OS, de jaarlijkse uitreiking van de kinderlintjes. Een initiatief van de SP ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Ook dit jaar zat de raadzaal van het gemeentehuis weer helemaal vol met de genomineerde kinderen en hun aanhang. Elf kinderen en twee groepen van scholen werden met een lintje beloond. En dat allemaal omdat ze zich op een bijzondere manier hadden ingezet voor de samenleving. De lintjes werden uitgereikt door burgemeester Wobine Buis met hulp van lakeien van de Verenigde Spelers. Voor de lintjes komen kinderen en jongeren tot 18 jaar in aanmerking.